Jean van Hoof, hij is op onze redactie. Jean, hoe is het met de opkomst tot nu toe? Nou, die zou een paar procent lager liggen dan in 2011. Toen kwam in Limburg een kleine 52% van de kiezers op. Landelijk was dat ruim 55%. Zou nu dus lager zijn. Maar goed, we moeten toch nog even afwachten wat dat percentage uiteindelijk wordt. Want mensen kunnen nog tot 9 uur stemmen. Ja. Zo'n verkiezingsdag is vooral bijzonder voor de meeste lijsttrekkers. Ja. Hoe is die dag voor ze begonnen? Nou, in ieder geval heel vroeg, want het waterschap Pela Maasvallei had in Horst een ontbijt georganiseerd voor de lijsttrekkers, zowel voor de statenverkiezingen als voor de waterschapsverkiezingen. Vanaf 7 uur vanochtend druppelen de deelnemers aan de provinciale statenverkiezingen en de waterschappen binnen. En ondanks dat het ontspannen oogt, is dat het niet. Ja, ontzettend spannend, maar het is ook wel heel raar. Het is net als een eindexamen. Ja, je hebt alles gedaan wat mogelijk is en ja, het moet vandaag maar gewoon gebeuren. Ik zou niet meer weten wat ik nu nog moet doen. Ik ben om 3 uur zat ik klaarwakker rechtop in bed. We wachten af totdat laat in de avond die uitslagen bekend worden. Ja, een spannende dag natuurlijk. Kiezers zijn aan zet. En dat is eigenlijk de enige dag die telt. Het is voor de Partij voor Leefbaarheid en Democratie er letterlijk erop of eronder. Afgelopen weken lijkt het erop dat de provinciale statenverkiezingen meer een afrekening van het kabinet Rutte 2 is. Soms erger ik me er ook wel aan dat mensen denken alsof dit een soort Eerste Kamerverkiezing of iets dergelijks is. Dat is natuurlijk voor een deel wel het geval staatkundig gezien. Maar het gaat hier echt wel over welke richting het met Limburg op moet. Mensen kiezen vandaag ook en provinciale staten. En die statenleden kiezen ook de Eerste Kamer. Dus dat het allebei een rol speelt is ook prima. En elke Limburger maakt zijn eigen afweging. Daarna sneeuwen de waterschapsverkiezingen, die ook vandaag worden gehouden, helemaal onder. Je moet weten wat je plaats is. Wij zijn maar functionele overheid en we hebben beperkte taken. Maar ja, ook aan ons betalen ze belasting. En ik denk dat iedere belastingbetaler recht heeft om te weten of die een efficiënte en effectieve organisatie ondersteunt. Het beloven in elk geval nog spannende uren te worden voor de politici. Ja, Jean, dat stemmen kan dus nog heel even. Durf jij je al te wagen aan een prognose? Nou ja, op basis van eerdere peilingen wel. Daaruit blijkt dat er sprake is van een nek-en-nek-race tussen de PVV en het CDA. Wie de grootste wordt. Verder wordt er verlies verwacht voor de regeringspartijen PvdA en VVD. Er wordt forse winst verwacht voor D66. SP zou licht vooruit gaan. GroenLinks gelijk of een beetje achteruit. De twee lokale lijsten, de Limburgse Volkspartij en Limburg Lokaal, zouden maar 1 of 2 zetels halen. Maar goed, het blijft afwachten tot al die stemmen zijn geteld die vandaag in de stembureaus zijn uitgebracht. Bijvoorbeeld in Molenhoek. Als het zo doorzet, dan is de opkomst weer hoog. Nou, de IKEA-pas hebben we niks aan. Hoger dan 4 jaar geleden. Dat durf ik niet te zeggen. 4 jaar geleden was het behoorlijk hoog, dus 63% hebben we hoog. Of we dat halen, weet ik niet. Maar het lijkt er wel op. Ja. Elektronisch gaat veel makkelijker. Hoe ver ligt Maastricht eigenlijk van Molenhoek? 2,5 uur rijden. Ja. Ik heb niet de indruk dat er hier veel mensen zijn die echt Limburgs denken. Nee. Wat wil Siebegewald? Nou, dat is een moeilijke vraag. Daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Betere infrastructuur. Ja, dat is niet erg, Tony, maar... Ja, betere busregelingen. Ja, ik heb zelf het idee dat we mee vergeten worden. Dat is wel zo, ja. Heb ik een beetje het idee. Niet altijd. Maar het blijft in de nuthoek. Maar we huren tenslotte er altijd gewoon bij Limburg. Daarom is het natuurlijk ook heel belangrijk dat we allemaal goed stemmen, vind ik. Het is gewoon een Limburgse gemeente, maar ook een middelaar. Alleen door de geografische ligging is de oriëntatie toch ook richting Nijmegen. Nijmegen is een paar kilometer afstand. Ook Groesbeek, Kuik. Dus in die zin is de oriëntatie ook heel logisch dat die gewoon in de regio is. In Heerlen is vandaag een proef met het tellen van de stemmen. Jean, hoe ziet die proef eruit? Nou, die proef houdt in dat vandaag alleen de stemmen worden geteld die op de partijen zijn uitgebracht. En morgen pas de stemmen op de individuele kandidaten van die partijen. Want volgens de gemeente Heerlen heeft dat een aantal voordelen. Het voordeel moet zijn A, dat we met een frisse ploeg tellen. Dat je dat niet s'avonds om 11 uur of zo nog aan het doen bent. En B, dat het een stuk transparanter is.
Nu mag iedereen op het stembureau gaan kijken hoe dat tellen plaatsvindt. Maar we hebben 47 stembureaus, dus ja, je kan altijd maar een heel klein deel zien. En straks tellen we er 47 in één keer. En iemand die wil komen kijken, kan dus dat hele proces aanschouwen. En tot slot, wanneer en waar verwacht jij de eerste uitslag? Nou, tussen 10:30 en 11:30 verwacht ik de eerste uitslag. Zeer waarschijnlijk van de gemeente Onderbanken. En na 11:00 komt dan de rest van de uitslagen geleidelijk aan binnen. We wachten het af.